belegd. Team 238, BZK HEC Runners. Wat een mooie tegenstelling. Zo'n lange gevolg van sommige mensen zelf barbaarse tocht af en toe. Dat weinig slaan. Vermoeiender dan een rampen run, want gemiddeld legt een loper toch een anderhalve marathon af. En dat is toch even wat anders. Een marathon, dat is morgens of dat is middags. Een rampen run gaat door de nacht, gaat overdag door. En dat betekent dat je gewoon je eigen schema, je eigen bioritme aardig in de gaten moet houden. Want je kan niet stoppen, je moet doorgaan, je kan het team niet achterlaten. En dat zijn die teamprestaties zoals die hier neergezet worden. Zo, team 104, Nike Lowland Express. In ieder geval een team wat waarschijnlijk zich geen zorgen hoeft te maken over de sponsoring van de kleding en de schoenen. En de volgende team wat eraan komt is team 54, een team Burnout Runners. Wordt er even een foto gemaakt? En er wordt wat vijf gebied. En soms zit het in de details. Soms zit het in een t-shirt van een van de lopers. Waarom mensen meedoen? Een prachtig gezicht hier bij de 17e Europa Run. Het volgende team wat eraan komt. Ik loop even wat aan toe. Is team 93. Ja, dat is 14 dus. Met één keer veel. En dat zijn de geinlopers. En goed articuleren, maar dan komt het allemaal voor elkaar. Zij gaan vuurtje. De vlaggetjes, de zoenen. Kijk eens even. Oh, oh, oh. Emotie aan de finish van de Alpha Run, zoals het hoort. Jij de weten. We hebben niet begraven van de weten. Als je iemand van tevoren zou vragen, wil jij 530 kilometer met 7 maandjes gaan lopen, dan zeggen ze, ben je gek. Maar als je vertelt dat het voor de Europa Run is en je weet waarvoor je het doet, dan zet iedereen zijn normen opzij. En dan is het gewoon lopen en gaan en afzien. Maar dat is er ook zo lekker binnenkomen hier op de Coolsingel. Team 166 is het volgende team wat eraan komt. Moeten wij dan een lastdeel van de fluoriserende shirts, maar het is absoluut de moeite waard. Geef ze een geweldige applaus. Team 166 van de Vestia Groep. Van de Dus dan lopen we hier alvast even de tijd neerzet voor team 9. Het team van Forensis. Dat team zullen we dadelijk in volledigheid binnen zien komen. Maar voorlopig is de aandacht even gevestigd op team 24. Het team van de Era Paul. Kijk eens aan. We zagen er net al de confetti. De meent ligt helemaal vol. We gaan wisselen. En ik zei het al, ondanks de temperatuur is het toch betrekkelijk goed met de lopers. Ja. Volgende team wat eraan komt, en om te schermen was dat te zien, 140 leek het volgende team te zijn, even onder voorbehoud. Maar 56 minuten. We vermoeden dat dat het volgende team is wat eraan komt en dat zou het team zijn van Passion Together. Nou, meer passion kan je eigenlijk niet wensen dan hier vandaag op de Coolsingel bij het prachtige weer, het zonnetje. Het team die zich de versnaperingen lekker laten smaken, want oh, wat is het dan lekker als je op je gemak even de beentjes omhoog kan gooien, lekker kan zitten en je drankje nemen.
die uit het lopersvak komen, bezoeken we wel graag door te lopen en ook de familieleden en vrienden en bekenden om de mensen de gelegenheid te geven om door te lopen. Anders raakt het finishvak hier achter redelijk vol. Maar uw applaus is voorlopig voor het team van 140 Passion Together! De foto over in de boeken, de videobeelden. Ja, terwijl heel Nederland mee kan genieten met de internetuitzendingen die zo mooi in beeld zijn gebracht. En eigenlijk nauwelijks onderdoen van de tv-beelden zoals ze gisteren en eergisteren te zien waren. Het uitgebreid verslag van de 17e Europa Run. De Europa Run sponsor bij Ben Hakker. In de editie 2008. 10:43 staat zich te hergroeperen voor de finish. Want zij willen dat meemaken als team. Ze willen dat doen omdat ze die prestatie met elkaar hebben neergezet. En geven ze ongelijk. Het team, niemand zorg. Zij gaan over de finish. En daarachter zit team 229 en team 229, de bloemen gaan de lucht in. En gelijk heeft hij van waarom zou je dat niet vieren? Haha, SK, de waterdragers. Zij gaan de laatste meters hier afleggen bij de 7e editie van de Europarun. Terwijl het team van de waterdragers over de finish komt, bezoeken wij drie teams even naar het podium te komen. Dat is bij het kleine videoscherm tegenover het stadhuis. En dat is het team van de KMA, het is het team van Tieleman EECV en het is het team van 14 in het uur. Die drie teams bezoeken wij nu naar het kleine videoscherm te komen, het podium dat zich daar bevindt. En dan gaan wij kijken welke teams zometeen binnen gaan komen. En hier eindelijk.